Stripvrienden, ik heb gelezen het 250ste nummer van de reeks De Rode Ridder, getiteld De Uitverkorene. En een paar weken geleden is dit album, ik mag wel zeggen, met een hele hoop tamtam gepresenteerd. Want dit album markeert een nieuwe fase in de reeks De Rode Ridder. En dat kun je al zien als je de reeks volgt, dan zie je dat natuurlijk al meteen aan de cover. Die is namelijk anders. Als je namelijk even kijkt naar de cover van album nummer 249, dan zie je daar echt wel een heel duidelijk verschil in. En dat klopt ook, want in de overgang van 249 naar 250 is het stokje overgenomen door Marc Legendre, die het scenario doet. Nou, Marc Legendre, daar hoef ik denk ik toch niks over te zeggen. Ik geloof dat jullie wel weten dat ik daar een enorme fan van ben. En Fabio Bono, een Italiaanse tekenaar. Die pakken het gewoon ook meteen heel anders aan. Ik heb de voorgaande 249 albums niet gelezen, want ik ben nooit echt een fan van deze reeks geweest. Dus ja, ik weet daar, ik ken het van naam, maar meer dan ook niet. En ik weet dat hij Johan heet. Dat is eigenlijk alles wat ik er eigenlijk echt vanaf weet. Dus ik kan er niks over zeggen. Maar dit is een voortzetting van de reeks. Alleen in een ander jasje. Met een andere stijl, met andere verhalen. En ik moet wel zeggen, als ik dit album even zo lees, ondanks dat ik dus geen liefhebber ben, sowieso niet van middeleeuwse strips, van ridderstrips, dat boeit mij niet zo, moet ik wel zeggen dat ik deze ontzettend gaaf vond om te lezen en ook heel erg nieuwsgierig ben geworden naar hoe het verder gaat. Want natuurlijk is dit geen afgerond verhaal. Natuurlijk moeten we wachten op het volgende deel. Ja, zo doen ze dat tegenwoordig, zodat je nieuwsgierig gemaakt wordt. Nou, dat is hierbij zeker gelukt. En waar ik ook weer die verandering in zie, en dat zie ik, laat ik het zo zeggen, dat had ik gemist bij de originele Amras albums. Dat hebben ze met de bundeling hebben ze dat goed gemaakt, maar de namen van de mensen. Ja, natuurlijk Willy van der Steen, maar ook Marc Legendre en ook Fabio Bono gewoon op de cover, want zij zijn uiteindelijk toch degene die dit album hebben gemaakt. Qua tekeningen, en ik zeg al, ik ben natuurlijk niet bekend met het voorgaande werk, maar er is één tekening. Meteen toen ik hem zag, had ik zoiets van, wauw, die vind ik zo ontzettend gaaf, dat is deze. Ja, dit vind ik echt super gaaf. En er zit nog veel meer van dat soort mooi tekenwerk in. Als ik dan het hele verhaal even lees, dan zeg ik aan de ene kant van, goh, het is natuurlijk het aloude verhaal goed tegen kwaad. Het kwaad in dit geval is Malfrat de Wrange. Nou, hij heeft natuurlijk een hele welluidende naam, maar eigenlijk is het toch wel een beetje een standaard schurk. Ja, hij heeft de vorige heerser, heeft die kopje kleiner gemaakt. Hij komt met zijn bende naar een dorpje. Hij zegt, jongens, alles wat jullie maken is voor mij. Nou, dat is allemaal een beetje standaard. Dan verwacht je natuurlijk dat de Rode Ridder to the rescue, die komt helpen. Maar dat duurt nog even voordat hij komt. En die komt ook niet meteen helpen. Die komt met hele andere redenen daar. En dat heeft te maken met een ander personage die eigenlijk een beetje de hoofdrol speelt in dit album. En dat is het personage Alice. En zij is iemand die niet echt onder de indruk is van die Malfrat de Wrange. Nee, zij heeft haar woordje wel klaar tegen hem. Ze laat zich niet intimideren en zij wordt dus meteen ook achterna gezeten door hem. Langzaam kom je wat meer te weten over wie deze alles is. Maar wat ik het interessantste vond aan dit verhaal is even dat die Malfrat de Wrange toch wel een bepaald, er is iets met hem gebeurd sinds hij die alles heeft ontmoet. Iets wat hij niet wegkrijgt. Wat zijn magier ook probeert. Dat lukt hem gewoon niet. En dat vind ik even interessant, want dat toont aan dat die alles ook niet zomaar een meisje is die toevallig graag ridder wil zijn en gewoon een bij de hand de mond heeft. Ook Johan, die weet wel dat er iets mee is, want hij komt niet zomaar daar naartoe. Dat heeft ook allemaal weer een reden. Nou, wil je die redenen weten, ga dat dan lezen. Wat ik ook interessant vind, en dat weet ik niet in hoeverre dat in het verleden ook een feit was, en dat ga ik ook nog even laten zien, want dat vond ik ook qua tekeningen gewoon wel heel erg mooi. Het feit dat Johan ook zijn last draagt. Hij is geplaagd door zaken die hij in de kruistochten mee heeft gemaakt. En dan zie ik deze tekening en dan denk ik van, wauw, dat vind ik echt heel erg mooi. Dus, alles bij elkaar. Een ontzettend gaaf album. Geen 32 pagina's, maar 40 pagina's. Dus hij is ook nog eens een keer dikker dan de voorgaande albums. Nou, wat wil je nog meer? Ik zeg al, ik ben geen fan van deze reeks. Nooit geweest. Maar ik vond deze heel erg goed en ik ben heel erg benieuwd naar de volgende. Die ga ik ook zeker lezen, want ik wil weten hoe het verder gaat. En dan hebben ze me toch te pakken, hè. Vind jij De Rode Ridder ook leuk of ben je toch nieuwsgierig naar De Rode Ridder? Dit is natuurlijk wel een perfect album om in te stappen, omdat je hier weer een hele nieuwe lijn van verhalen gaat krijgen. Nou, bij de stripwinkel kun je hem vinden. Ik zou zeggen, ga hem halen, ga hem lezen. Ik wens je veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.